Goeie. In tijden waarin dingen bot je jij je altijd de meest vreemde verzissingen. Of net iets vreemd, want we kennen ons vanzelf helemaal geen vaststelling maken van hoe het tijden de vrouw had Waar hier in jongetje 94 de mobiele telefoon, die wij nu in de boek hebben denken Nou ja, ze vergallen in mijn laatste een feestje trok, in een te zeggen dat er moet zingen hier net meer een auto op diesel bezien of door dan riet, enkelbaar elektrische. Nou doe ik het los duidelijk weer enkel dat net ingen een idee ervan hier hoe het al dus de raap ingen de raap hier en de oren raap strijden. We zien natuurlijk wel zo inges dat de oerhit en het bedrijfsleven oer te let naar binnen dat die de vooruitgang net bijhouden kennen. We gaan wel zonnepanelen en wie maar we kennen de de energie daarvan net kwijt. We hebben elektrische auto's, maar de begin vol dwaaende De conclusie is dus dat we dan nog meer meer zonnepanelen op het dak wakken en dan een eigen laadpijltje op de oprit. Ja, dat kost het al nou wat, maar er je zelfs geen pinkkaart zien. Van het oorden, net elk had een oprit, een batsleur die wij onder in je kapen, dan maar op de stoepen en een elektriciteitsritje door de brievenbus. Ik weet het niet, maar dat liet het mij een vreselijk gezicht. Maar uit het oor en werken bekvigd kwam naar voren dat gewoon mensen denken dat we toch hege benzine en diesel uit, uw gewone auto wij wei jaren worden naar een elektrische. En dat denij. Of we er in inriden en een eigen laadstationtje haar de wegenbelasting verschormd omhoog geeft, want dan vangt de oerhit om eens minder belastinggeld op benzine. Vergeet net dat meer dan de helft van wat we daarom betalen in de boest van het regeer Is En er iemand niet weet hoe we uit zo'n oneindige spiraal komen kennen zoen, nou, daar weet je wat al jaren is. Nee, er is geen ontkomen om En doe weet je niet heel stil, in het besef dat je ontwikkelingen dus niet zien horen kennen. En dat om benauwd van te worden.